Het zijn de kaartjes voor de kreeft voor juni. Ik ga werken met de magische eenhoornkaartjes. Met de helende kracht van engelenkaartjes. En de Guardian Agent. De Guardian Angel Tarot kaartjes. Het eerste kaartje wat voor jullie ligt, schreefde. Dus even kijken. Dat zijn de magische eenhoornkaartjes. Luister naar je hart, naar je ware gevoel. Oké, en laat anderen je niet overtuigen om andere dingen te doen. Jij weet wel wat goed voor je is, hè? Want als je te veel naar een ander luistert, dan luister je niet naar je eigen weg. En jij mag je eigen weg gaan en je eigen dingen doen. Je mag altijd luisteren voor advies, maar laat niet een ander je stuwen in een andere richting dan dat je zelf wil gaan, kreeft. Dus je kan ook samen zijn met elkaar. Maar dat de een gewoon even rustig om zich heen kijkt en de ander eten zoekt hier. Hè? Maar wees gewoon jezelf. Helemaal in elke situatie. Oké. Wauw. Daar komt uit de zee ook de orka tevoorschijn. Try something new. Dus er komt, maar het staat weer bij, you only know what you can do if you try it. Dus probeer maar gewoon iets als je in juni toch het idee hebt van, goh, er is een leuke cursus, of er is een promotiemogelijkheid, of er is, noem het maar, het kan heel breed zijn, maar als er iets nieuws op je pad komt en het spreekt je aan, in je hart zeg maar, niet op je verstand, maar in je hart, ja, probeer het dan maar eens. Het geeft je veel kracht en mogelijkheden. Hè? Heel mooi kaartje. Kijk, en dan kan je ergens dankbaar voor zijn. En ook weer samen met die dieren. En als je je maar richt op alles waar je gelukkig mee bent. Je dieren, de mensen om je heen, je huis. Het gaat meer om wat is nou echt belangrijk. En mensen en dieren zijn natuurlijk altijd het belangrijke. Maar wees gewoon dankbaar voor alles. Dus oké, luister naar je gevoel. En als je luistert, dan komen er misschien nieuwe dingen op je pad. En wees dan, leef dan dag voor dag. En wees dankbaar voor de dag die weer komt. En de mooie dingen die jij beleeft op die dag. Die fijne verbindingen die je met de dieren hebt. Die je met mensen hebt. Hè? Wees dankbaar. En uit het ook maar eens. Vind je innerlijke kracht. Mooi. Dat is het kaartje van de set. Kracht. Die zit in je, hè? Dus je oerkrachtchakra. Je zonnevlecht. Dus let op je chakra's. Let op gegrond blijven. En luister naar je gevoel en dan vind je die innerlijke kracht. Je eigen gevoel. Kijk, als je iets nieuws begint, dan creëert dat een bron van leven. Bron van het leven zelfs. De overvloed eigenlijk. Dus als je iets nieuws probeert, dan geeft dat heel veel resultaat. Hey, volgende kaartje. Wees dankbaar en blijf positief. Lekker in de natuur. Hè? En wees dankbaar voor die mooie natuur ook. Maar weet van, goh, ik eet zo lekker. Of wat, hè? Dus blijf heel positief. Dat brengt je heel veel op je pad. Het komt eigenlijk, maar als het dan komt en je ziet het nog niet helemaal, dan blijf je wel positief en dankbaar. Kijk, nou komt het kaartje van twee van gedachten.
En dan zeggen ze, je engelen hebben gemerkt dat je een beetje vastzit. En met dat vastzitten, geloof in je eigen kracht. En ga niet alles van anderen overnemen. En kies dan iets nieuws. Als het op je pad komt. En vraag je engelen om je signalen te sturen. Weet je nog? Ja, blijf gewoon in het heden wel. Iedere dag is weer een nieuwe dag. En ik ben dankbaar voor om te kijken wat de volgende dag weer brengt. En luister naar die innerlijke stem. Hè? Die true feelings, die innerlijke stem. Ja, die ligt er ook dubbel. En neem daar die innerlijke kracht bij. Kijk, en dan ligt de Ace of Abundance. En de Ace is ja, een nieuw begin. Dus een nieuw begin wat het overvloed geeft. Dus heel mooi, alles komt dubbel eruit. Nou, toen waren er nog twee kaartjes voor jullie. Nou, creativiteit en abundance. Dus ook weer omringen met dankbaar zijn voor de mensen om je heen, voor je eigen kinderen. Hè? Maar ook voor de hulp van de engelen misschien wel. Van de bron. He, dus als je in actie komt en zegt, nou, ik kom maar niet verder. En dan komt er iets nieuws, zal ik het doen? Ja, want als je wat doet en in actie komt, dan brengt dat die overvloed. Oké. We hebben de tool of action en de tool of thought, dus de allemaal tweeën. Trust in your ability to make excellent choices. Ja. Als je het met je gevoel doet, die keuzes, dan komt het wel goed. There's an opportunity all around you if you just continue to move forward. Dus het is echt een tijd om in actie te komen in juni, lieve kreeften. En omring je met de juiste personen. Hè? Dus, maar luister wel dan ondertussen naar je eigen stem. Hè? Dus je blijft je eigen ding doen en je mag altijd met liefde voor jezelf zorgen, ook om die kracht in jezelf terug te vinden. Hè, maar, oké. En de engelen zeggen dan ook nog van, eigenlijk weet je al heel goed wat je zou willen doen. Misschien krijg je in de maand bij, heb je alles gedacht over over wat zal ik gaan doen? Of god, nou komt er iets op mijn pad, zal ik er wat mee? En dan is hier duidelijk, ja, jij hebt je eigen weg te gaan. En voel aan voor jezelf of dit leuk is. Maar je mag inderdaad, als er iets op je weg komt en zegt, oh, dit is heel wat nieuws voor mij. Weet dat dan de overvloed schenkt. Dus heel mooi, maar wat echt belangrijk is, try something new. En het geeft je kracht. En het geeft je overvloed. Het wordt een bron van het leven. Mooie kaart. En ondertussen blijf je maar positief gewoon. Ja, en als er negatieve mensen zijn, nee. Maar je omring je juist met leuke vrienden of vriendinnen die positief zijn. Oké, lieve kreeften. Dat zijn de kaartjes voor juni, voor jullie. Heel veel liefde en licht. Ik wens jullie een hele mooie maand toe. Ik ben altijd bereikbaar voor een persoonlijk reading of healing. Tot ziens. Dag.